Ik ga lezen uit Psalm 73, een bekende psalm, met daarin wat levensvragen. En de levensvraag die daar gesteld wordt is: hoe kan het nou dat het met goddeloze mensen, dus mensen zonder God, toch zo goed kan gaan? En hoe kan het nou dat met mensen die God willen dienen, het soms heel moeilijk kan zijn? Hoe kan dat nou? Daar gaat het vandaag ook over. Dus we lezen daar met elkaar in Psalm 73, een psalm van Asaf. Bij mij staat er iets moois boven trouwens, want dat hebben ze erbij bedacht, maar ik vind het wel heel mooi. Toch dicht bij God staat er bij mij boven. Dat vind ik wel heel mooi. Ondanks alles, toch dicht bij God. En dan lezen wij: ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. Hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. Ze worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten, ze spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt. Dat zij zeggen: hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust. Ze vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd. Voor niets heb ik mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen: ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdom binnenging en ik op hun einde lette. Want ja, u zet hen op gladde plaatsen en u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd. Ze komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mijn heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt alle die als een hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Geliefde broeders en zusters, we hebben deze zomer, ik weet niet of u daarbij was, hebben wij een keer gesproken. Er wordt wel vertaald voor Sarah. Echt even belangrijk, heb ik met haar afgesproken. Ja, want anders krijgt zij het niet mee. Ja, ja, een beetje zo daarachter, is goed. Ja, maar als het zo kan het ook wel hoor. Maar we hebben afgesproken dat ze wel de vertaling gewoon meekrijgt, ja. Heeft ze hard nodig, denk ik ook. We hebben deze zomer een keertje nagedacht over de vraag: hoe krijg ik een gezond zelfbeeld? En ik heb toen ook verteld, als je
opgevoed bent in bepaalde kerken. En dat is niet om daar op neer te kijken of wat dan ook, zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik weet nog goed dat in bepaalde kerken, reformatorische kerken, achtergronden, waar ik ook ben grootgebracht, dat daar in bepaalde stromen gebruikelijk is om een negatief zelfbeeld van jezelf te hebben en ook te ontwikkelen. En het idee daarachter is dan, ja, we moeten nederig gehouden worden, we moeten klein gehouden worden. En daarom moet je klein denken van jezelf en groot denken van God. Dat was iets wat eigenlijk altijd naar voren werd gebracht. Je moet klein denken van jezelf en groot denken van God. En er zit ook een zekere kern van waarheid in. We zullen straks proberen om dat in perspectief te zetten. Alleen, dan werd deze psalm ook regelmatig aangehaald om dat te onderschrijven en om dat te onderbouwen. We moeten klein denken over onszelf, want de psalmdichter zegt in deze psalm, het is niet in dit geval een psalm van David, in dit geval is het een psalm van Asaf. Dus Asaf staat erboven, die heeft dus deze psalm gemaakt. En die zegt op een gegeven moment in vers 22, ik was een grote dwaas, zonder verstand, we hebben het hier staan. En dan zegt hij zelfs, ik was een redeloos dier bij u. Maar dat is toch een wat. En als je dan kijkt naar dat woordje in het Hebreeuws ook, wordt dat vaak gebruikt voor vee. Dus om dieren als vee in die betekenis wordt het dan gebruikt. Dus je moet denken aan een koe, aan een schaap, aan een geit. En dat woordje redeloos, dat is dat hij ja, echt niks kan zeggen. Dus dat hij niks normaal kan praten. Dus wij zouden zeggen stom. Dus als je het heel een beetje apart zou willen vertalen, dan zegt hij eigenlijk van zichzelf, ik was een stomme koe. Dat klinkt even wat grappig, maar dat zou je met goed fatsoen kunnen vertalen. Ik was een stom stuk vee. Redeloos dier. De vraag is, moet je dat nou over jezelf zo zeggen? En dat werd dan wel bij ons ook in de kerk wel verkondigd. Ja, zo ver moet je eigenlijk wel komen dat je op een gegeven moment zo klein over jezelf denkt dat je jezelf dan maar zo gaat benoemen. Ik ben eigenlijk een stomme koe, ik ben eigenlijk maar een stom dier. En er zijn nog meer voorbeelden in de Bijbel waarin dit gebeurt, want David noemt zichzelf zelfs een dode hond. Later is dus de zoon van Saul, Mephiboset, een gehandicapte jongen. Zijn moeder heeft hem op de vlucht een keertje laten vallen. Toen heeft hij van alles gebroken, dat is verkeerd gaan groeien. Die jongen die kon dus niet meer lopen. En ja, dat je telde dan helemaal niet mee in die tijd. En die zegt het precies hetzelfde. David zegt het ook. Koning Saul, u jaagt wel achter mij aan, zegt David dan. We hebben pas die geschiedenis van David verteld. U jaagt wel achter mij aan. Maar wat ben ik dan eigenlijk? Ik ben een dode hond. En dan zegt hij zelfs, ik ben maar een enige vlo. Nou, vlooien hebben we allemaal een schriftregel aan. Ja, maar hij zegt, ik ben niet meer dan een vlo. Is dat nou? En zo werd dat dan wel verteld. Ja, zover moet het komen met een mens. Dat je jezelf gaat zien als een dode hond. Dat je jezelf gaat zien als een stomme koe. Dat je jezelf gaat zien als een vlo. En dan ben je nederig genoeg om de genade van God aan te kunnen nemen. En dan is het zo bijzonder dat God dan wil omzien naar zo'n vlo, naar zo'n dier, naar zo'n dode hond. En dan wordt de genade van God wordt daardoor groter. Nou, dat om even te schetsen hoe we daarnaar kunnen kijken. Alleen, ik heb ook gemerkt in het leven, en velen met mij, is dat de duivel het maar wat fijn vindt als wij onszelf gaan zien als een dode hond, als een vlo, als een nietswaardige, als een ellendeling. Dat Satan ons daarmee aanklaagt. Joh, je bent niks. Je kunt niks.
Ik weet dat er mensen zijn die van hun ouders vroeger te horen hebben gekregen, joh, jij kunt niks. Ik weet nog dat we een broeder hier in de gemeente hadden, die had hele slimme broers, die heel vergevorderd waren op de ladder van de maatschappij, die van alles hadden bereikt, die grote studies hadden kunnen doen. En deze broeder die had dat verstand niet, deed op allerlei andere fronten geweldig werk, alleen kon niet meekomen met die hele slimme broers. Intelligentieniveau was echt veel, veel lager. En dat vond hij altijd verschrikkelijk. Alleen het punt was, wij konden hem daar gewoon wel de liefde in geven, van zeggen van joh, je mag een kind van God zijn. Alleen die vader had tegen hem gezegd, ja broers, die kunnen tenminste wat. Maar jij kunt helemaal niks. En het was als klein kind al helemaal in zijn gedachten gaan zitten. En het was voor hem verschrikkelijk. En daar huilde hij eigenlijk elke dienst wel om. Om datgene wat er gezegd was. De duivel gebruikte die woorden om hem daarmee helemaal neer te sabelen. Joh, jij kunt helemaal niks. Ik ben maar een vloo. Ik ben maar een dode hond. Ik ben maar een dier. Wat doet dat met je zelfvertrouwen? En wat doet dat met het zelfvertrouwen van David? Dat hij jaren achter elkaar wordt achtervolgd door Saul. Wat doet het met jouw zelfvertrouwen als je al zo lang bidt om iets en het lijkt niet te werken voor jou? Anderen gaan jou voor, anderen lukt het wel, maar jou lukt het niet. Dan ga je klein van jezelf denken. En deze man, die Asaf, die deze psalm gemaakt heeft, die komt tot deze conclusie. Hij zegt van ja, ik ben eigenlijk maar niks. Ik was een redeloos dier bij u. En hoe komt het nou dat hij zo over zichzelf ging denken? Dat komt, en hij legt het ook uit, omdat hij eigenlijk van het goede spoor van God was afgegaan. En dat is dus belangrijk. Dus waar ik mee begon om te zeggen dat in bepaalde kerken wordt gezegd, joh, je moet eigenlijk zo ver komen dat je van jezelf gaat denken dat je een stomme koe bent. Dan zit je een beetje op het goede niveau. Ik wil eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. We hebben het hier niet over mensen die zwelgen in hoogmoed. Daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het over mensen die hiermee worstelen. We hebben tegen mensen die hierbij worstelen, ja maar wie ben ik dan eigenlijk? Wat stel ik dan eigenlijk voor? Tegen die mensen hebben we het vandaag. Tegen mensen die klein denken van zichzelf en groot denken van God. Dat is goed. In zekere zin is dat goed. Dat je niet van jezelf denkt, oh dat kan ik wel zelf. Want dan is de Heer Jezus heel duidelijk. Hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Maar we hebben tegen die mensen die weten, zonder de Heer Jezus kan ik helemaal niks. Maar door zijn genade mag ik zijn wie ik ben. Tegen die mensen hebben we het. En dan is de vraag, moet je dan zo ver komen dat je zegt, ik ben een stomme koe, ik ben een redeloos, een stom dier. Is dat wat God van ons vraagt? En ik denk, het antwoord is nee. Want weet je wat het punt is bij deze man, bij deze Asaf? Op welk moment zei hij dat? Dat hij een stom dier was. Hij zegt ook, ik was een redeloos dier bij u. Zo gedroeg ik mij. Waarom? Nou, dat zegt hij, wat mij betreft, in vers 2, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Ik was van het padje af. Letterlijk en figuurlijk. Hij was van het pad van God af, maar hij was ook redeloos geworden. Het kwam allemaal niet meer goed binnen. Hij was helemaal in de war. Waarom? Waarom? Wat was er gebeurd? Nou, hij was jaloers geworden. Hij was jaloers geworden. En jaloezie is geen goede voedingsbodem voor een ziel. En weet je waarom hij jaloers was geworden? En dat kunnen we heel goed begrijpen. Hij keek om zich heen. Deze man had het jarenlang zo moeilijk, zo zwaar. Asaf heeft een moeilijk leven gehad. Net als David een moeilijk leven heeft gehad. Maar dan keek hij om zich heen. En dan zag hij mensen die niks met God te maken wilden hebben. Dan zag hij mensen die zich niet hielden aan de geboden van God.
Hij zag mensen die gewoon, die God bespotten en die lekker uit eten gingen en die gingen feesten en die tot diep in de nacht doorgingen. En die hadden geen centje pijn. Die hadden nergens last van. En ik wil God dienen en ik heb het soms waar. Hoe kan dat nou? Misschien ken je deze vraag wel, geliefde. Ik heb hem ook wel eens gesteld. En dan ben ik gelukkig gezegend hoor. God geeft veel zegeningen. Maar er zijn ook regelmatig tranen. Ook bij mij. Ik denk, Heer, hoe komt dat nou? Hoe kan het nou dat de ander gewoon leven de lol, een feest kan vieren, dat er geen centje pijn is, dat hij geen moeite heeft? En hoe kan het nou dat anderen, en vaak ook gelovigen, door zo'n diep dal heen moeten? Waarom nou? Deze week zag ik een filmpje van een jongetje van, ik denk dat hij een jaar of 6 was. Met kanker. Helemaal kaal. Nou ja. Die werd gevraagd. Hij gelooft in God. Werd gevraagd hoe hij dat dan kan rijmen. Nou ja, goed. Hij gaf daar antwoorden op die door volwassenen waren ingegeven. Waar ik van dacht, oh, dat is niet helemaal juist. Dus ik heb er nog op gereageerd. Maar daar gaat het even niet om. Maar het gaat erom dat je dan zo'n jongetje van 6 jaar met kanker ziet. En dat je daar de meneer Poetin ziet, die al verantwoordelijk is voor misschien wel 200.000 doden ondertussen. En die staat daar vol trots en kerngezond. En weer voor zijn volgende presidentsverkiezingen zich bij wijze van spreken klaar te maken. Er werd aangepast dat hij gewoon tot zijn dood aan toe president kan blijven. Verantwoordelijk is voor zo ongelooflijk veel geweld. En die man die blijft maar leven. En die is er altijd, is nooit ziek. Altijd gezond. Het lijkt alsof die man nog geen griepje krijgt. Hoe kan dat nou? Dat zijn vragen. En dan zegt de psalmdichter, ik was jaloers op deze mensen. Jaloers? Ja, hij zegt wel. Dus later heeft hij het wel gezien dat het dwazen waren. Hij zegt, ik was jaloers op die dwazen. Ik zag de vrede van de goddeloos. Het gaat hem altijd van goed. Hoe kan dat nou toch? En op een gegeven moment was hij zover dat hij zelf zegt, ja, het lijkt erom dat ik dan voor niks in God geloof. Ik ga mezelf allerlei leuke dingen ontzeggen. Ik ga mezelf heiligen. Ik ga bepaalde dingen niet meer doen. Wij zouden zeggen, ik ga niet meer naar bepaalde films. Ik ga niet meer stappen. Ik ga niet meer dronken worden. Ik ga niet meer aan de drugs. Ik ga niet meer naar slechte films kijken. Ik ga niet meer naar slechte muziek luisteren. Dat doe ik dan allemaal voor God. Maar ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Hij zegt het, ik heb voor niks mijn hart gezuiverd. En ik heb voor niks mijn handen onschuld gewassen. Ik ging mezelf heiligen. Ik ging mezelf toewijden aan God. Maar waar heb ik het eigenlijk allemaal voor gedaan? Waar doe ik het eigenlijk voor? Misschien dat je het ook wel eens aan vraagt, jongelui. En zegt van ja, ik zou eigenlijk wel graag de wereld in willen. Dan sta ik de carnavallers hier in Brabant. Zeg ja, waarom kan ik dan weer van lekker carnavallen? Geeft toch niks, toch leuk, toch keigezellig, zeggen ze dan hier. Keigezellig, ja. Waarom kan ik dan niet gewoon eens een keertje lekker een hele nacht doorhalen? Waarom kan ik niet eens met die vrouw naar bed? Wat geeft dat nou toch? Ik zit mezelf allemaal dingen te ontzeggen. Maar wat doe ik het dan voor? Heb ik dan voor niks mijn hart geheiligd en gezuiverd? Want die goddelozen, die komen er toch ook mee weg? Die doen wat ze zin in hebben. Ik sta om een vroom te leven. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk komen we toch een beetje hetzelfde terecht. Zij zijn gewoon gelukkig. Ik heb nagedacht, zegt hij dan, om dit te kunnen begrijpen. Maar ik kon er niet meer over nadenken. Het was moeilijk in mijn ogen. Ik kon er niet mee omgaan. En dan komt er een omslag, gemeente. En dat is zo mooi. Dan zegt hij 2 dingen. Totdat ik, lees maar mee. Totdat ik in Gods heiligdom binnenging en ik op hun einde lette.
komen ze nou overal mee weg? Die mensen die maar leven zonder God. Deze week was er een man. En sommigen van u die hebben in de muziek een beetje gezeten. De naam Paul Andrews. Zeg jij dat wat? Nee? Paul Di'Anno? Nee? Beter. Mag zijn naam vergeten. Jawel? Nee. Oké. Maar het was in een bepaalde periode een zanger van Iron Maiden. En die groep die kennen natuurlijk de meeste wel. Iron Maiden kennen we wel. Duivelse groep. En die is deze week overleden. En deze man had een tatoeage achter op zijn hoofd gezet met 666, getal van het beest, getal van Satan, getatoeëerd op zijn achterhoofd. En daar ook nog een godslastering onder, God is en dan een scheldwoord, wat we natuurlijk niet gaan herhalen. Maar die had gewoon een belediging naar God toe getatoeëerd op zijn hoofd en daarboven dus 666. En hij droeg altijd ook petjes waar 666 op stond, heel zijn armen met satanische dingen en alles getatoeëerd. En hij was heel ziek en zwak, maar hij wilde tot het laatste doorgaan. Dus op een gegeven moment heeft hij zat al jaren niet meer bij Iron Maiden, maar op een gegeven moment heeft hij vanuit zijn rolstoel ging hij dan optredens doen en zong hij nog die goddeloze liedjes. Er is één liedje en dat begint met I'm possessed, ik ben bezeten, zo begint het. En dus hij had achter op zijn hoofd 666 getatoeëerd. En het geval wil dat hij dus deze week is overleden en moest raden hoe oud hij was. 66. Ja. Wat sterk, hè? 66 is hij geworden. Daar zijn hun wens verkrijgen, daar heeft hij zich mee geassocieerd. Met het getal van het beest. En op die leeftijd overlijdt hij. En dan moet je voor God komen. En dan kun je dus alles gehad hebben, stadions vol hebben gehad en hebben gezongen en gedaan. Maar je eindigt in de rolstoel en je eindigt uiteindelijk op je sterfbed. En ik zal je één ding zeggen, dan heb je geen troost van dat getal van het beest wat je hebt aanbeden. Daar kun je niet mee sterven. Echt niet. Satan laat je vallen als een baksteen. Hij heeft niet eens macht om iets uit te geven. Hij doet wel alsof. Als je mij volgt, dan krijg je dit, krijg je dat, krijg je de wereld, maar hij heeft helemaal niks. Hij heeft mensen nodig om wat te kunnen doen. In zichzelf heeft hij niks. Ook niet in de hel. In de hel is het ook niet dat hij het daar voor het zeggen heeft ofzo. Satan zal gepijnigd worden. De hel is niet voor mensen gemaakt, hè. God gaf die openbaring een tijdje geleden. Ik worstelde ermee. Maar de hel is niet voor mensen gemaakt. De Bijbel zegt de hel is bereid voor Satan en zijn volgelingen. Voor de duivel. Alleen degenen die zich daar vrijwillig bij aansluiten, die gaan op dat kielzog mee. Maar de hel is niet voor mensen gemaakt. De hel is bereid voor de demonen. En die hebben je straks. Die hebben straks niks te bieden. Die worden zelf dadelijk gepijnigd tot in alle eeuwigheid. En als je zo moet vallen in de handen van de levende God, dan zegt Gods woord, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. En waar vindt nou die omslag plaats bij deze Asaf? Eerst jaloezie en mijn voeten gleden bijna uit en ik was jaloers en ik was afgunstig. Waar komt de omslag nou? De omslag, gemeente, komt in het heiligdom. Want dat zegt hij, totdat ik het heiligdom inging. Ja, wat is dan het heiligdom? Ja, dat is in de tijd van Asaf, was dat de tabernakel, de tempel. Waar de Joden naartoe gingen om daar God aan bidden. Maar het heiligdom is ook nu, waar wij mogen zijn. Als je hier binnenkomt, ook al is het maar een kleine gemeente, maar dat is een heiligdom voor jou.
En als jij in je binnenkamer bent en je zit er met je Bijbeltje. En je zit er op je knietjes voor je bed. En je bent aan het bidden, is dat heiligdom voor jou. De plaats waar je God zoekt. De plaats waar de Heer Jezus bij jou is. Ja, hij is toch altijd bij me? Ja, dat klopt. Alleen op het moment dat je hem zoekt, op het moment dat je zijn tegenwoordigheid bent, dan is dat het heiligdom. Het woordje dat hier staat voor heiligdom, dat heeft ook te maken met het woordje kadosh. En dat kennen we wel, dat zingen we wel eens. Heilig is de Heer. Als wij dat net gezongen hebben, we hebben ook zo'n Hebreeuws lied, kadosh, kadosh. En dan gaat het over heilig. Heilig is de Heer. Nou, dit woordje wat hier staat, heiligdom, is daar is daarvan afgeleid. En dat is dus de plaats waar je jezelf overgeeft aan de Heer. Hier net zat hier een rijtje mensen op hun knieën om te zeggen, all to Jesus, I surrender. Ik geef alles aan de Heer over. Dan is dat een plaats van heiligdom. En als jij op je stoel zat, maar je bad wel mee. En je zegt van, Heer, ik geef me helemaal aan u over. Dan is dat een plaats van heiligdom. En dan krijg je weer het goede perspectief. Want dan zegt hij, totdat ik in uw heiligdom binnenging en ik op een einde lette. Dus daarna gaat hij het opeens zien. Zegt hij van, joh, het lijkt wel alsof die goddeloos het allemaal zo goed gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Ik let op een einde. Je krijgt weer het vergezicht. Je gaat zien wat er aan het einde van het hele traject, van je wandel hier op aarde, hoe het dan afloopt. En dan reizen je haren je te bergen. Ik zal talloze voorbeelden kunnen noemen. Ik ga het nou maar niet doen. Maar talloze voorbeelden kunnen noemen van mensen die hebben God afgezworen. En het gaat u voor de wind. Het gaat u geweldig goed. Cabaretiers die spotten met God. En die zeggen, ik ben miljonair geworden. Ik ben multimiljonair door al mijn verhalen. En ik geniet er heerlijk van. En dan maken ze liedjes over. Je moet laten we lachen. Laten we genieten van het leven. Want ja, het kan elk moment kan het voorbij zijn. Dus we gaan nu nog even ervan genieten. Dus ik ben blij dat ik die miljoenen heb. En dan kan ik nou lekker doen wat ik zin in heb. Ik ga naar Italië. En ik ga naar Spanje. En ik ga over en ga aan zeelen zitten. En ik ga genieten van het leven. Dat vinden we allemaal geweldig. Heerlijk. Als je maar geld hebt. Nou, dat hebben ze. Dus we gaan er van genieten. Dat hebben we verdiend met ons cabaret, met ons spotten met God. Met ons vloeken. We hebben het verdiend. En we gaan ervan genieten. Of muzikanten. Schatrijke muzikanten. Ik zag gisteren nog een stukje filmpje van Avicii. Kennen jullie denk ik wel. Die jongen die geweldige muziek kon mixen. Prachtige liedjes heeft gemaakt. Een jonge gast. Zo succesvol dat ik nu kon bijhouden. Hij kon het niet aan. Hij kon het niet aan. Volgens mij is hij 28 geworden. Hij kon niet meer aan. Hij heeft een einde zijn leven gemaakt. En hij kon alle vrouwen krijgen die hij wilde. Hij had een schat van een vriendin. Maar als hij die niet had, dan kwam hij binnen 5 minuten een ander. Hij stond voor stadion. Stond hij 10.000 mensen. Die de hele man aan zijn hand kon zetten. Iedereen was er van dat zat hem te aanbidden. En te juichen. Maar hij wilde gewoon muziek maken. Hij kon er eigenlijk helemaal niet mee omgaan met al die roem. En hij putte zich uit door dan wat drugs te gebruiken. Zodat hij op de been kon blijven. En hij werd ongelukkiger en ongelukkiger. Op een gegeven moment zag hij het niet meer zitten. Hij was helemaal uitgeput. En heeft een einde aan zijn leven gemaakt. En dan zingt hij een liedje. Ik heb een keer huilend naar dat liedje zitten luisteren. Prachtig liedje. Tenminste vind ik. Maar er is een regeltje. En het wordt elke keer herhaald. En het, na zijn dood hoorde ik dat lied. En dan zingt hij. I didn't know that I was lost. Dat is diep. I didn't know that I was lost. Ik wist niet dat ik eigenlijk verloren was. Heeft niemand hem verteld. En dat moet verteld worden.
dat mensen buiten Christus verloren zijn. Zullen we dat maar doen, waar we dat kunnen, dat we dat mensen vertellen? Dat ze de Heer Jezus nodig hebben. I didn't know that I was lost. Totdat ik op hun einde lette. Die ommekeer vindt plaats als je in Gods tegenwoordigheid komt. Als je hier gewoon zit, geliefde. Jongelui, jullie ook, jullie komen. Er zijn er verschillende bij die een tijdje zijn weggebleven. En toch heeft God op een of andere manier jullie weer teruggebracht. Dat hij toch zegt, ik moet dat toch zijn. Verschillende van jullie. Die een tijdje niet kwamen, misschien door de wereld of andere redenen. Dat hij het gewoon aan me maar stom vond. Weet ik van wat het is geweest. Maar God bracht je terug. Waarom? Je kwam in Gods heiligdom weer en dan krijg je ander perspectief. Dan geef je Gods woord de gelegenheid om je leven te veranderen. Om dat zaad van Gods woord te planten in je hart. Als je niet komt, dan kan het niet gebeuren. Maar er komt een einde aan dit leven. En dan moeten we er klaar voor zijn. Satan heeft ons niks te bieden. De wereld ook niet. Als we die grens overgaan naar de eeuwigheid. En we weten niet wanneer dat is. Hè? Maar als we de grens overgaan naar de overheid. Dan is er maar één die op ons kan staan wachten, geliefde. Dat is de Heer Jezus Christus. Of je hebt hem niet. Maar dan sta je er alleen voor. Dat is de ernst van de boodschap. Totdat ik op een einde lette. Let jij ook op jouw einde? Weet je al hoe jouw einde is? Ja, je weet niet wanneer je gaat. Je weet niet hoe jij je einde komt. Dat bedoel ik niet. Maar weet je dat hoe het ook zal zijn? Weet je dat hoe het ook zal zijn? Dat je met deze psalmdichter mag zeggen. Ik zal, als ik dan ga, dat zegt hij ook aan het einde, als ik dan ga, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. Mijn God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Mag het zo zijn voor jou en voor mij. Nee, dat mag weten. Hoe je er ook aan je einde komt. Wanneer het ook zal zijn. Maar dat je weet, als het moet gaan. Al is het vandaag. Laten we hopen aan elkaar gewoon volgende week weer gezondheid mogen zien. Maar als het vandaag het zo zou zijn. Dat je dan mag weten, het is goed. Het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Dat het goed mag zijn. Weet je het? Je moet het weten, geliefde. Jongelui, jullie ook. Ik hoop dat je 85, 95, voor mij met 105 wordt. Maar je moet het wel weten. Dat als je vandaag wordt opgeroepen. Dat je er klaar voor bent. We hebben in ieder geval een goede stap gezet. Door hier in het heiligdom te zijn. En om dit woord van God te mogen horen. En dan is de vraag waar we mee begonnen. Hoe moet je jezelf dan zien? Is het dan zo dat je dan maar jezelf moet zien als een ellendeling, als een zondaar? Is dat dan wat God van ons vraagt? Misschien dat je moet zeggen, ik ben zelf ook wel eens als een beest een keer gegaan. Kan, hè? Dan zeg ik, wist helemaal niet meer wat ik deed. Ik heb laatst iemand gesproken, die was zo dronken geworden, die wist niet meer wat hij deed. Die heeft heel de boel kort en klein geslagen. En daarna hebben ze met buurmannen en noem maar op, hebben ze vast moeten pakken en hebben ze hem in bed moeten stoppen. En de volgende dag werd hij wakker. Nadat hij zijn roes had uitgeslapen, ver na 12. En toen kwam hij in de kamer en zegt hij, wat is hier in vredesnaam gebeurd? Hij had alles helemaal kort en klein geslagen. En hij wist er niks meer van. Als een beest tekeer gegaan.
Dat is nou een mens als hij zijn verstand kwijtraakt. En dan de schaamte. En dan het herstel. En misschien dat je zegt, ja, maar ik heb dat nog nooit zo gedaan. Dus bij mij valt het wel mee. Valt het mee, geliefde? Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 3? Hij zegt, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die zonder de Heer Jezus behouden kan worden. Daar moeten we heel duidelijk over zijn. Allen, zegt Paulus daar, zijn afgedwaald. Allemaal afgedwaald. Afgedwaald van God. Er is niemand die goed doet. Nou, ga ik hier amen zeggen en jullie hiermee naar huis sturen? Nee. Want weet je, als je dat heiligdom ingaat, dan krijg je een ander perspectief. En dan ga je ook zien hoe je was. Want dat zegt hij ook in vers 21, dan zegt hij, ja, mijn hart was verbitterd. Dus je gaat dan inzicht krijgen in hoe je was. Dat is ook belangrijk. Als je tot God komt, als je dat heiligdom weer binnengaat en je komt in het perspectief van de Heer Jezus en van de kracht van de Heilige Geest, dan ga je zien wie je was. En dan zeg je, wat was ik toch? Oh, ik weet nog goed, ik heb het al als voorbeeld gebruikt, maar ik was helemaal opgevoed in de kerk. Maar ik had beleiderscategorisatie gedaan en ik had alle categorisaties gehad die ik maar wist. En ik was zoontje van de dominee en ik ging elke zondag 2 keer naar de kerk. En we gingen nog een bijbelstudieavond doen en ik was er altijd mee bezig en ik las in mijn bijbeltje. En ik had daar boek over gelezen en ik had interesse in theologie. En ik was een jaar of 17. En ik weet nog dat ik van mezelf dacht, en ik zeg het met zoveel schaamte, maar ik heb dat 1000 keer beleden. Zoals dat Henk Binnendijk zou zeggen, dat is 999 keer te veel beleden. Ja. Maar ik dacht echt, ik weet het wel een beetje. Ik wist wel, dacht wel dat ik het allemaal een beetje snapte. Ik dacht op een gegeven moment, volgens mij kan ik op allerlei vragen uit de kerk wel antwoorden geven. Ja, weet je op welke vraag ik antwoorden kon geven? Over hoedjes en over lange broeken en over dat soort gekkigheid. Daar wist ik allemaal antwoorden op te geven. Ik wist allemaal hoe het werkte. En dan kom je erachter, geliefde. Wat hier staat. In vers 22. Hoe onverstandig was ik toen. Zie je? Ik wist niets. Ja, dat is het. Ik wist niets. En ik ook, geliefde. En misschien dat je hem ook moet zeggen tot je schande als je terugkijkt op je leven. En misschien zit je zo wel hier. Ga vooral niet denken dat je wat weet. Zelfs Paulus, die heel de Bijbel op zijn duimpje kende. Althans, Oude Testament, Nieuw Testament was er nog niet. Maar dat kende hij helemaal. En hij zegt, we kennen maar ten dele, kennen maar een klein stukje ervan. Dit is het, geliefde. Hoe onverstandig was ik. Ik wist niets. En dan zegt hij inderdaad, ja, ik was een redeloos dier bij u. Dat is geen compliment, nee, maar het is wel de waarheid. Buiten dat heiligdom weet je niets. En binnen dat heiligdom mag je dingen leren van God. Daarom is het zo goed dat je er bent. Jongelui, daarom is het zo goed dat jullie er zijn. Maar buiten het heiligdom heb je niks. Leer je niks, weet je niks. En het is niet om je te vernederen, want dan zou ik mezelf ook vernederen. Ik kan echt alleen maar zeggen, toen ik dacht dat ik met mijn 17e wel het een en ander wist, ik kan nu alleen maar zeggen, gemeente, tot mijn grote schande, maar ik was onverstandig, ik wist niks. Ja, om dan van mezelf te zeggen, ik was een stomme koe, dat laat ik dan maar even over. Dat vind ik ook niet per se nodig. Maar dat eerste, omdat ik mezelf mag zien als een kostbaar mens en niet met een dier wil vergelijken. Dan denk ik niet dat dat Gods bedoeling is. Maar de metafoor is duidelijk. Dat is een pijnlijke conclusie.
Maar weet je wat het goede nieuws is? Dat je geen onredelijk dier hoeft te zijn of te blijven. Want weet je wat het goede nieuws is, geliefde? Dat is dat de Heer Jezus is gekomen. En dat is nou zo bijzonder. En ik hoop dat je deze even kunt pakken, want dit is zo mooi. Totdat ik uw heiligdom inging. Maar weet je wie eigenlijk dat heiligdom is? Dat is de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zegt van zichzelf, kijk eens, in Matteüs 12, vers 6, hij zegt, ik zeg u dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Hij is nog meer dan het aardse heiligdom. Hij is het heiligdom zelf. Jezus is de tempel. In het boek Openbaring staat ook een tekst dat hij de tempel is. God is de tempel waarin wij mogen wonen. De Heer Jezus is het heiligdom. Hé, als je het zo leest, totdat ik uw heiligdom binnenging, totdat ik in Christus kwam, totdat ik toegang kreeg in de Heer Jezus Christus, dan ben je niet meer dwaas. Jongelui, wat een nieuws. Ik ga bijna springen hier. Maar het ziet er een beetje raar uit, dus dat doe ik maar niet. Het is een beetje cringe, zeggen jullie dan. Dat gaan we maar niet doen. Maar totdat je in Christus bent, dan is het heiligdom. Dan mag je het heiligdom binnen gaan. We hebben net gezongen, ik kom in het heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ja, waar kom je dan? Waar kom je dan in het heilige der heilige als je achter het voorhangsel gaat? Wat is het heilige der heilige? Dat is de Heer Jezus. In hem woont de Godheid lichamelijk. Hij is het heiligdom. Dus als je in de Heer Jezus gaat, in hem gaat, weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat Spreuken dan zegt? Spreuken 8 vers 14. Ik geloof dat het daar de Heer Jezus aan het woord is. Dan zegt hij, bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Ik ben inzicht. Is dat nou niet mooi? Ik ben. Wat? Dat waren de woorden die de Heer Jezus toch gebruikte, hè? Ik ben. Toen de discipelen schreeuwen waren en in nood waren en in het bootje waren en in de storm waren en de golven over het bootje heen sloegen, dan komt de Heer Jezus voorbij. En wat zegt hij dan? Ik ben. Dat is de Godsnaam. Dat is de naam Jehovah. Yahweh. Ik ben erbij. Hier is de Heer Jezus aan het woord. Hij zegt, ik ben inzicht. Ik ben wijsheid. Bij mij is kracht. In het Engels, I am understanding. Anders mag ik kort zeggen van inzicht, want ik ben in inzicht, maar ik ben inzicht. Ja, ik ben inzicht, ja. Ja, nee, maar niet alleen inzicht, maar ik ben inzicht. Ik ben inzicht. Ja, ja, oh ja, ja, mooi woordspeling. Ik ben inzicht, ook dat, mooi. Gemeente, en waarom is dat dan? En dat zegt Paulus al zo mooi in Colossenzen 2 vers 2. Hij zegt, opdat uw harten, dus dat is de reden van dit woord, opdat uw harten getroost mogen worden. Er was net veel verdriet tijdens het zingen. Maar dit woord, in het heiligdom, in Christus, is opdat uw hart getroost mag worden. Wie kan dat beter dan de Heilige Geest? Hij is de trooster. En zijn liefde verenigd worden. Worden we in liefde verenigd met elkaar. En dan kijk eens wat er staat. Tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimnis van God mogen kennen. Namelijk Christus. Dus zie je waar we vandaan komen. Ik was een stomme koe bij u. Ik was een dwaas bij u. Ik had geen inzicht. Ik wist niets. Dat was het uitgangspunt van deze man, van deze Asaf. En zie je waar we mogen eindigen? Dat kan wel zo zijn. Dat ik in mezelf niets wist. Dat ik onverstandig was. Dat ik zelfs dwaas was. Dat ik zelfs een redeloos dier was bij God. Maar in Christus, als ik dat heiligdom ben binnengegaan. Als ik in Christus mag zijn.
Dan ben ik gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Dan ben ik gezegend met alle wijsheid, alle inzicht, alle kennis. Waarom? Hij is inzicht en hij is in zicht. Inderdaad. Mooi. En kijk eens wat er dan verder staat. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Vers 3. Dus als ons iets ontbreekt aan wijsheid, aan kennis, aan inzicht, dan is dat in hem. Wat een verschil, gemeente, waar deze psalmdichter Asaf vandaan kwam. Weet je nog wat hij in vers 3 zei? Ik heb het nog maar even hier geprint. Ik was jaloers op de dwazen. Nou, dat is toch wat. Hij was jaloers op de dwazen. Nou, dat hoeven we niet te zijn. Als je in Christus bent en je hebt alle, wat hebben we net gelezen? Je hebt alle wijsheid, alle schatten van wijsheid en kennis in de Heer Jezus. Dan hoeven we niet jaloers te zijn op de dwazen. Hun einde, zegt Gods woord, is het verderf. Dus wij hoeven, jongelui, je hoeft nooit meer jaloers te zijn op miljonairs. Je hoeft nooit meer jaloers te zijn op die acteurs. Je hoeft nooit meer jaloers te zijn op die geweldige zangers die zo prachtig kunnen zingen. Of helemaal niet mooi kunnen zingen, maar toch heel erg beroemd zijn. Die zijn er ook. Afgelopen week, of was het vorige week, is er notabene een jonge gast. Was hij dat u direct die bent? Nee, direct. Nee, hoe heet die andere band? Wat zeg je? One Direction, ja, maar direct bestaat ook. Ja, ja, ik zeg niet helemaal iets geks. Ja. Ja, maar hij was zo ongelukkig en zo onder drugs. Ja. Maar hoe was ze fan van? Ja. Nou. Geliefden, we weten hoe het is afgelopen. Daar moeten we niet jaloers op zijn. Daar moeten we niet op letten. We moeten kijken naar wat God ons gaat zeggen. En tegen ons zegt. En daar wil ik dan mee eindigen. Hoe kijkt God dan naar ons? Wil God dat wij zeggen, ja, ik ben een dwaas en ik ben dit en ik ben slecht en ik ben ellendig? Nee. We hebben het net gezien. Dat is niet wat God behaagt. Dat wil de duivel graag. Dat je van jezelf zegt, ik ben een zondaar, ik ben slecht, het wordt bij mij niks. Paulus zegt, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Dat is een groot verschil, hè? Hij zegt nergens, we zijn nog steeds zondaars. Hij zegt wel, we doen nog wel eens zonde. En daar baalt hij van. Dat wel. Maar hij bestempelt zich niet als een zondaar. Hij bestempelt Gods kinderen in de gemeente van Christus altijd als geroepen heiligen. Heiligen. Dat is onze roeping. Want als je een heilige bent, dan ben je geroepen om heilig te wandelen. Als je een zondaar bent, dan ben je voorbestemd om te zondigen. Dat is wat je doet. Dat ben je dan. Als ik schilder ben, dan schilder ik. Als ik voetballer ben, dan voetbal ik. Als ik prediker ben, dan predik ik. En als ik zondaar ben, dan zondig ik. Ja, zo simpel is het. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En wat zegt God dan tegen ons? En daar wil ik dan mee stoppen, want er staat een gedeelte in Richteren. En dat is het verhaal van Gideon. We kunnen dat nou niet uitdiepen vandaag. Maar Gideon, die werd geroepen door God. En weet je wat? Die man die zag zichzelf helemaal niet als een overwinnaar. Die man zag zichzelf niet als een held. Die dacht heel klein van zichzelf. En weet je wat God dan tegen hem zegt? In vers 14. Hij zegt, of eerst vers 12, sorry. Eerst vers 12. De engel des Heeren verscheen aan hem en zegt dan tegen hem, de Heer is met u, gij dappere held. En hij zegt, hoe kan dat nou? Ik ben toch helemaal geen dappere held? Misschien dat jij ook moet zeggen, ik ben helemaal geen dappere held. Ik zie mezelf helemaal niet als een dappere held. Misschien zie je jezelf wel als een loser. En God zegt, nee, je bent geen loser. Je bent een dappere held. God heeft talenten in jou gelegd. God heeft mogelijkheden in jou gelegd.
die je nog niet kent. Maar dat is hoe God je wil doen. En weet je wat dat woordje dapper betekent in het Hebreeuws? Dat betekent machtig, doeltreffend. En er zit zelfs een betekenis in van rijkdom. Dus ik zou eigenlijk, dat is ook weer een woordspeling trouwens, zou ik het woord willen gebruiken vermogend. Dat is een hele mooie. Dat is eigenlijk de mooiste vertaling, vermogend. Want vermogend heeft een dubbele betekenis. Vermogend wil zeggen rijk, iemand is vermogend, hij heeft een hoop geld. Ja? Rijk in Christus, rijk in zijn wijsheid, vermogend. Maar ik wil ook zeggen, je kunt dingen. Hij is vermogend om die dingen te doen. Heeft een dubbele betekenis. Dat is een mooie vertaling. En dat is wat God tegen Gideon en ook tegen jou zegt. Je bent niet een redeloos dier. Dat was je. Buiten Christus. Maar toen je het heiligdom binnenging, toen je in Christus kwam, ben je gezegend met zijn wijsheid, met zijn kennis, met zijn inzicht. En daardoor is de Heer Jezus inzicht. En daardoor ben je in Christus vermogend. En dan zegt hij ook nog, je bent een sterke man. Je bent een held. En dat wil zeggen, je bent een sterke man. En gemeente, soms moeten wij voor de spiegel gaan staan. Niet als een narcist. Die in de spiegeling van het water keek en helemaal onder indruk was. Van zijn eigen verschijning. Dat niet. Maar als jij klein bent van jezelf. Dan wil God je vandaag bij de hand nemen. En zeg, joh, ik zet jou, als je het kunt, als je het aan kunt, hè. Als moet je maar niet in die spiegel kijken als je het vervelend vindt. Maar het mag wel. En dan ga je nou eens een keertje niet zeggen, wat een stom iemand daar voor die spiegel. Waar ben jij lelijk, waar ben jij dik, waar ben jij dit, waar ben jij dat. Maar dan ga je zeggen, mag ik kind van God zijn. Ik mag het heiligdom, vandaag mocht ik het heiligdom binnengaan. En vandaag mocht ik horen van mijn positie in de Heer Jezus Christus. En dan ben ik geen loser, maar dan ben ik meer een overwinnaar. Door Hem die mij heeft lief gehad. Als God jou waardig acht om jou lief te hebben, en om zelfs zijn zoon te geven, om voor jou te sterven, dan moet jij en moet ik stoppen om onszelf onderuit te halen. Want hij heeft zijn zoon ervoor over gehad, geliefde. Om zichzelf aan ons te geven. En dan zegt God vandaag tegen jou, je bent een sterke held. En je bent meer dan overwinnaar. Door Christus die jou en mij heeft lief gehad. In Jezus naam. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Prijs God. Heer, wat een zegen en we zo ook van u weer mogen ontvangen. We prijzen uw naam daarvoor en zo mogen we die kracht van u gaan, zo mogen we die overwinning van u gaan. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw zorg. We prijzen u dat alle wijsheid, alle inzicht, alle kennis in u ligt opgeborgen, Heer Jezus. En wij daar vrijmoedigheid mogen nemen en mogen putten. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Help ons om onszelf te zien zoals u ons ziet. En in die kracht te wandelen, in dat heiligdom van u binnengaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. In Jezus' naam, amen. Amen, amen. Halleluja.